Fortune of Sun is een nummer van CCR natuurlijk. En wij brengen een tribute of een ode aan CCR, Creedence Clearwater Revival. Dus daar komt de naam eigenlijk vandaan. En ja, de band is eigenlijk ontstaan uit dat ik samen met Ipo de drummer al een aantal jaren speelde in het kroegcircuit. Met veel oude muziek, de 1670s. En daar was ook wat Creedence bij en dat lag ons wel goed. Ik ben zelf opgegroeid in de 70s en ik ben echt met de muziek uit die tijd ook. En ja, dus dat zit er wel in. 70s, later ook wel een beetje 60s, maar eind 60s, begin 70s, die muziek, daar heb ik wel een voorliefde voor. En ja, daar valt Creedence ook onder natuurlijk. Jullie doen ook mee aan The Battle of the Band op tv. En ja, hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is al twee seizoenen op tv geweest. En uiteraard keek je daar even mee met interesse. Omdat er andere tributebands ook aan meedoen. En we zijn ooit nog eens gepolst ook voor het eerste seizoen. En toen kwam het er niet van. Toen hebben we na het tweede seizoen op tv, afgelopen winter zeg maar, toen hebben we de stoute schoenen maar aangetrokken en hebben we ons maar opgegeven. Dat was een hele leuke ervaring en het was erg gezellig met collega-muzikanten ook. En ik kan er natuurlijk nog niks over zeggen. Nee, helaas. En nog een heel andere vraag is dat je ook een dochter hebt die goed gitaar kan spelen. In hoeverre heeft zij ook een beetje bij die optredens op tv daaraan meegedaan? Nou, best wel veel eigenlijk, want ze vonden het vanuit de productie wel een mooi verhaal. Die dochter die ook gitaar speelt. En, dus zij is daar wel veel bij betrokken, zeg maar, bij de opnames. Maar zo was er ook een andere band, die de Bee Gees Forever, waar de oma van de zanger ook een soort van rode draad iedere keer was. Dus die, ja, dat vinden ze natuurlijk mooi op tv om die familieband ook daarin te betrekken en te laten zien. Dus zij is wel veelvuldig in beeld geweest, ja. Vanavond in Hof 88, ja, heb je hier eerder gespeeld? Nee, vreemd genoeg niet. Het is echt de eerste keer, ik wist niet eens waar de achteringang was, zeg maar. Vanavond is uitverkocht, dus dat is mooi. En ik zou zeggen allemaal kijken ook op zaterdagavond naar de tribute op SBS6 om 8 uur.